Deze week ga ik jullie laten zien waar de gele botjes voor zijn. Daar had ik een vraag over gehad. Ik ga de aardappels nog eens bestrooien. En vooral aardappels selecteren. Ja, waar zijn de gele botjes voor? De gele botjes. Die zijn voor de percelen. Andere perceel. De rosettas. Het perceelbordje. En hier het bordje waar ik met de spuit doorheen reed. Met elk perceel een plattegrond. Met GPS trek ik lijnen. Elke lijn is 4 ruggen. Elk vakje is 10 meter lang. Elk vierkant vakje is 30 vierkante meter. Waar de rode strepen staan hier, dat zijn mijn spuitsporen. Daar trek ik de spuit door, de kunstbestrooier of de regeninstallatie. Hier staat perceel 9, King Russet, jaargang 18, 10 aren. En hier staat het bordje, perceel 9. Die staat hier. En dan ga ik nu verder met aardappel selecteren. En er staan natuurlijk niet alleen maar virusplanten tussen deze aardappelen. Er staat ook vermenging in van de andere rassen, mutanten. En soms ligt er nog wat anders. Hallo jongens. Ja, goedemorgen. Prachtige ochtend om aardappels te selecteren. Ik ben niet begonnen, maar we zijn samen begonnen. Gerber die loopt hier stage. En die is aan het leren aardappels selecteren. De laatste blokstage is aangebroken. Dus degene die bij mij stage willen lopen komend jaar, die kunnen reageren onderaan mijn YouTube filmpje. Als je tenminste wat van pootgoed wil leren, kun je er wat van leren, Gerben? Ja, zeker. Eigenlijk zijn we alle dagen aan het selecteren. Zien jullie hem wel of zien jullie hem niet? Nog een keer. Zien jullie hem wel of zien jullie hem niet? Hij is toch heel duidelijk. Deze is rond. Ja, eigenlijk is het niet te geloven dat in zo'n korte tijd die aardappels zo hard groeien. Ik ben nu de overbemesting aan het geven op de aardappelen. 300 kilo, 1630. Op de Rosetta en de Lady Claire en de Lady Olympia. Prachtig mooi stil weer. Nu op 36 meter. Ik vind het al ver, maar anders moet ik er tussendoor rijden en dan ga ik allemaal aardappel lopen beschadigen.
stokje bij de uien gezet. Dan gaan we elke week eens even kijken hoe hard de uien groeien. 17,6 is het vandaag. Ik zet er zo 25 centimeter achter. Kijk, dit zijn de larven van de uienvlieg. Die gaan zich verpoppen. En de pop, daar komt weer een vlieg uit. En die gaan we bestrijden met de steriele mannetjes. Zodat als de vliegen bevrucht worden door de steriele mannetjes, er geen larven uit de eieren komen die de vlieg legt bij de plantjes. Van de week kunstmest gestrooid. Gisteravond 10 mm regen gehad hier op de Lady Claire. Er zitten een paar verbrande plekjes op de bladeren van de kunstmest. Maar voor de aardappelen is het echt super. Ze groeien en ze gek. Er staat er prachtig op. Ik dank jullie kijkers voor het kijken naar mijn vlog. Er zijn heel veel mensen die hebben zich op mijn YouTube kanaal geabonneerd. En ik hoop dat degenen die nog niet geabonneerd zijn, zich nu ook op mij willen abonneren en duimpjes geven. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende vlog.